Bos- en heidebranden zijn er elke zomer. Maar de uitzonderlijke droogte van dit jaar maakte volgens brandweerdeskundigen van ons hele natuurgebied één groot kruidvat. Vele honderden hectare vielen vaak door onachtzaamheid en prooi aan het vuur, dat door die geweldige droogte ditmaal zo snel en zo gretig om zich heen kon grijpen, dat er meer verloren ging dan ooit tevoren. Vooral op de Veluwe was de situatie een aantal keren uiterst kritiek en moesten honderden brandweermensen, geassisteerd door politie, militairen en tal van burgervrijwilligers, de strijd aanbinden met vlammenzeeën van ongekende omvang en een nauwelijks in te tomen alles verwoestende kracht. Elke keer weer leek het onbegonnen werk, maar elke keer opnieuw bleek gelukkig dat de inspanning niet voor niets was. Het was oppassen geblazen, omdat het vuur in de kurkdroge natuur snel om zich heen greep en zijn belagers vaak dreigde in te sluiten. Soms moesten brandweerwagens worden achtergelaten. Het vuur kwam tot vlakbij Arnhem, maar de Gelderse hoofdstad bleef ervoor gespaard. Maar tussen Arnhem en Apeldoorn ging in korte tijd een honderden hectare groot gebied verloren en moesten tal van wegen dagenlang voor het verkeer worden afgesloten. Het leger was in dit gebied dagenlang paraat. De grond bleef doorsmeulen en het vuur moest worden uitgegraven om te voorkomen dat het opnieuw grote delen bos en hei zou verwoesten. Zorgeloos omspringen met vuur kun je eigenlijk nergens, zeker niet in een zo gordroge zomer als deze in bos en hei. Elk vonkje kan dan een ramp veroorzaken. Prachtige natuurgebieden veranderen dan in een spookachtige en huiveringwekkende omgeving.